Hallo iedereen, welkom op mijn kanaal. Ik ben Caroline en vandaag heb ik een beauty video voor jullie, want ik ga jullie mijn opgebruikte producten van de voorbije maanden laten zien. Heel erg veel opgebruikte producten heb ik nooit en dat komt 1 omdat ik gewoon eigenlijk te veel make-up heb, dus make-up is eigenlijk bijna nooit opgebruikt. En ten tweede omdat ik toch wel een fan ben van grote verpakkingen en jullie gaan vandaag zien dat er wel een aantal heel grote verpakkingen tussen zitten, want de producten die ik goed vind, die koop ik dan ook in groot formaat, zodat ik er langer mee toekom. En dat is natuurlijk ook voordeliger in prijs. Ik ga er meteen aan beginnen en ik ga beginnen met mijn make-up producten. Ik heb 3 make-up productjes voor jullie. En dat zijn eigenlijk de producten die ik het vaakst gebruik en die ik ook het vaakst dus leeg heb in mijn empties. Dat is natuurlijk ten allereerste een van mijn absolute favorieten. En dat is weer mijn foundation, deze Estée Lauder Double Wear. Die is op, ik denk dat het mijn 5e flesje is. En mijn favoriete kleur is de kleur 3N1. Ik ga er niet te diep op ingaan, want jullie hebben deze echt in al mijn video's al zien voorbij komen. Een product dat ik nog heel erg vaak opgebruik en dat is omdat de verpakking er ook niet enorm groot van is en ik gebruik het echt dagelijks. Het zijn 2 poeders. Poeders om af te werken, heel neutrale, eigenlijk doorschijnende poeders. Dit zijn echt beide echt witte translucent poeders. De eerste is deze van Urban Decay. Zie, helemaal leeg. Dit is van Urban Decay, de D-Slick Mattifying Powder. Ik vind dit een heel erg goed poeder. Het is niet heel erg goedkoop, maar het is wel mijn 2e verpakking die leeg is. Omdat deze niet echt heel erg goedkoop is, wissel ik ook wel eens af met andere merken, omdat ik op zoek wil gaan naar eentje die ik ook echt fantastisch vind. Maar ik ben ervan overtuigd dat ik sowieso deze van Urban Decay nog een keertje ga kopen in de toekomst. Voornamelijk omdat die echt heel erg goed mattifieert en die houdt mijn make-up een hele dag lang goed. Dan heb ik hier nog 2 van Art Deco geprobeerd en deze is als eerste leeg. En dit is gewoon een klassiek fixing powder. Deze zit dan, dit is eigenlijk een lospoeder, zit dan in een doosje met een sponsje op. Ik vind het iets minder gemakkelijk om een lospoeder te gebruiken, omdat je dan elke keer even met je doosje moet schudden om er product uit te laten komen. Ik verkies dan toch wel een pressed powder, zoals die van Urban Decay. Dus ik denk dat ik deze niet opnieuw ga aankopen. Hij is van kwaliteit goed, maar gewoon omdat het een lospoeder is. Voilà, dat zijn al mijn make-up producten. Even kijken. Ik heb bijvoorbeeld ook nog 3 oogproducten. Ik heb de laatste tijd op mijn blog ook wel wat meer over oogproducten gesproken. En eigenlijk gebruik ik die ook wel heel snel op. Ik gebruik elke morgen een ooggel en elke avond een oogcrème. En oogcrème komt spijtig genoeg slechts in verpakkingetjes van 15 ml. Dus daar doe ik zelf niet zo heel erg lang mee. Omdat ik een heel erg trekkerig gevoel heb. Ik heb een heel gedeshydrateerde huid. En dat gevoel komt voornamelijk rond mijn ogen. Dus ik smeer behoorlijk veel product ook. Ik heb mijn 2 tubetjes ook opengeknipt. Ik doe dat altijd op het einde, want er zit best nog veel product in. Dus ik knip die dan open en dan kan ik echt het allerlaatste restje eruit halen. Deze heb ik geprobeerd. Deze is van This Works en dit is de Lifetime Open Eyes. Het is een gel crème. Het is niet een doorschijnende gel, niet enorm fris, maar tussenin. Maar het goede hieraan is dat hij een applicator heeft, zoals deze. Dus je haalt het productje door erop te duwen eruit. En dan kan je met de heel verkoelende applicator onder je oog even gaan om je oogomtrek te verkoelen en ons morgens walletjes weg te werken. Ik heb dit niet elke keer gebruikt. Ik geef het eerlijk toe, het is een super, super goed idee. Maar het is eigenlijk niet zo heel erg handig, want het glijdt niet zo heel erg goed. Je hebt behoorlijk veel product nodig om het te laten glijden. Dus het is iets beter om het te deppen. En wat je dan eigenlijk zou moeten doen om optimaal te zijn, is dit productje in de ijskast leggen. Dan wordt die verkoelende metalen applicator ook heel erg koud. Maar ik heb uiteraard geen ijskastje in mijn badkamer. Dat is wel iets wat ik altijd al voor ogen heb als ik ooit, je weet nooit, een nieuwe badkamer heb of zo. Dan zou ik daar echt wel zo'n mini ijskastje in willen, zoals je op hotels en zo ook op je kamer hebt. Ten tweede heb ik van Art Deco deze Hyaluronic Intensive Eye Gel gebruikt. Wat ik hier heel goed aan vind, is dat dit een applicatortje heeft met zo'n heel fijn puntje. Daardoor komt er ook nooit te veel product uit. Je hebt eigenlijk maar een speldenkopje nodig voor je 2 ogen. En dit is dan ook echt een gel. Dus echt wel voor 's morgens, voor wakkere ogen, voor een frisse blik. Ik gebruik 's morgens altijd heel erg graag een gel, omdat ik mij daar heel erg goed over kan maquilleren. Dat trekt heel snel in. Dat is niet vet, dus je fondant en je concealer kan er heel erg gemakkelijk over. Dan heb ik er eentje gebruikt van Kiehl's. Dit is de Creamy Eye Treatment with Avocado.
Ik heb hem voornamelijk gekocht omwille van de textuur. Ja, hij is nu op natuurlijk. Maar de textuur is ook heel erg licht. Het is geen gel, het is niet doorschijnend. Het is een hele lichte crème. En vanaf dat je die begint in te wrijven, dan verdwijnt die. Dan wordt die veel waterachtiger en dan wordt die doorzichtig. Dus het is zeker geen heel rijke crème. Ik heb deze toch voornamelijk 's avonds gebruikt. Oh, ik weet niet echt waarom. Ik was er niet helemaal fan van. Omdat ik denk ik het gevoel had dat die niet rijk genoeg was. Maar ja, het was dan ook wel meer een gelcrème. Ik weet mijn mening er niet zo goed over. Maar ik weet wel dat ik deze niet opnieuw ga aankopen. Dan heb ik twee typische zomerproductjes opgebruikt. En dat is onder andere deze zonnecrème van Pisbuen. Dit is een SPF 20. Dit is een medium. En ik vond dit een heel erg goede zonnecrème. Het is gewoon een witte melktextuur. Een iets dikkere textuur. Waardoor je ook niet te veel product hebt, maar het goed kan uitsmeren. Ik ben niet verbrand. Ja, ik vond het goed. De geur is goed. Ik ga eens ruiken of ik het nog ruik. Het is een heel neutrale geur. Ik vond het een goede zonnecrème. Punt. Meer niet. Dan heb ik in de zomer ook van Art Deco deze anticellulite caviar crème gebruikt. Er werd mij aangeraden van deze cellulitis crème toch een keer te proberen. Omdat die, ja, hij is inderdaad, ik ben ervan verschoten dat hij toch wel heel sterk is. Ik ga eventjes kijken wat hij allemaal bevat. Deze zorgt ervoor dat je vochtophopingen afvoert. Het heeft een detoxifying effect. Er zit dus een verslankend ingrediënt in. Het bevat bruine algen. Het stimuleert de collageenproductie. Dus het gaat ook je huid verstevigen. En niet alleen de cellulitis verminderen. Voor de rest staat er niet echt in welke ingrediënten erin zitten. Maar ik weet, herinner mij, dat hij heel erg fel ruikt, ook naar munt en cafeïne, zo naar groene thee. Dus hij geeft absoluut een prikkelend en een heel fris gevoel. En dat vind ik wel heel leuk achteraf. Als je deze in de zomer, als het warm is, op je benen smeert, dat hij echt zo ja, tintelt en heel erg fris is. Dit is wel een productje waar je zeker mee moet oppassen dat je je handen heel goed wast nadien. Want als er nog aan je handen is en je komt in je ogen of in je gezicht, dan prikt het dus echt wel. Maar ik vond deze anticellulitis crème voor zijn prijs, ik weet het niet van buiten, maar ik zal het in mijn blog opschrijven. Voor zijn prijs eigenlijk wel een heel erg goede anticellulitis crème. En dan kom ik aan mijn grote verpakkingen, waar ik er twee grote verpakkingen heb van Sotis. De eerste is de Lait de Maquillon Vitalité. Dit is de reinigingsmelk voor de normale tot gemengde huid, die zo naar pompelmoes ruikt. Ja, die gebruik ik echt constant. De ene fles na de andere. Ik denk dat ik zo ongeveer twee maanden en een half toekom met een fles van 400 ml. Ook weer omdat ik veel product gebruik, ik weet het. Maar die voelt zo zacht en die haalt je make-up eraf. Die is niet gevoelig voor je ogen, dus ik ga er ook gewoon mee over mijn oogmake-up. Ik vind die echt super. Die komt in een pompje, dus je neemt echt exact de hoeveelheid product die je zelf wil nemen. Je neemt nooit te veel. Ja, zo gebruik ik direct een nieuwe nadat deze leeg is. En dan heb ik nog deze fles die lijkt helemaal hetzelfde, maar het is iets totaal anders. Dit is een body lotion. Dit is de Lait Hydra Nourrissant. Dus een hele erg voedende body lotion. En dit vind ik echt de allerbeste. Ik denk dat ik in mijn vorige empties ook deze fles heb laten zien. Het is een grote fles, maar ook om de paar maanden is die op. Dit is een fles die standaard op mijn nachtkastje staat. Want ik smeer er sowieso mijn handen of mijn voeten mee in 's avonds. En als ik tijd of goesting heb, smeer ik echt mijn hele lichaam ermee in. Ik vind dit de allerbeste body lotion. Deze heeft een super textuur. Hij is vrij rijk, maar hij trekt toch wel heel erg goed in. En ik merk ook echt verschil. Sommige handcrèmes of bodycrèmes, die geven even een goed gevoel wanneer het product erop zit. Maar zelfs als ik deze maar twee keer per week gebruik, is mijn huid gevoed en voelt die niet trekkerig aan. Ik vind die echt super. En ik gebruik ook steeds een nieuwe als er deze op is. Dan heb ik nog een grote verpakking. Ik heb deze eigenlijk nog nooit laten zien, maar ik denk ook al dat het mijn vierde of mijn vijfde verpakking is, want ik gebruik deze echt al jaren. En dat is een douchegel. Het is deze van Bioderma. Het is de Bioderma, de Atoderm PP Gel Moussant. Het is een ultra-rich foaming gel voor very dry to atopic sensitive skin. Dus
Het is een heel erg voedende douchegel die de huid niet gaat uitdrogen. De pH-waarde van deze douchegel zit heel erg goed. Want je mag deze douchegel, heb ik gelezen, ook op je gelaat gebruiken. En dat doe ik dan ook. Elke keer als ik in de douche ben, was ik mij echt volledig. En ik neem mijn gezicht ook mee. En ik heb al jaren, ja, ik gebruik hem al jaren. En ik heb nog nooit last gehad van uitdroging of van een prikkelend gevoel. Of dat ik er niet tegen kan, omdat hij ook echt voor de gevoelige huid is. Wat ik er super aan vind, ten eerste zijn de grote verpakkingen. En ten tweede het pompje. Ik gebruik algemeen heel erg graag producten met een pompje. Zeker met douchegel, omdat je dan niet te veel neemt. Als je een fles hebt waar je op moet duwen en je neemt dan op je washandje product, heb ik toch echt sowieso te veel product en mijn douchegel is onmiddellijk heel erg snel op. Met een pompje heb je dat niet. Je neemt gewoon een pompje per lichaamsdeel en ik vind die echt fantastisch. Dan heb ik nog een haarproductje. Deze gebruik ik ook al een tijdje. En dit is een conditioner die je gebruikt wanneer je reeds uit de douche bent op handdoekdroog haar, die je niet meer moet uitwassen. Het is van Revlon Professional, de Equave Instant Beauty Keratin Enriched Hydro Nutritive Detangling Conditioner. Een hele boterham. Maar het komt er dus op neer gewoon dat je je haar veel beter kan doorkammen na het wassen. Het is ook met een spuitflesje. Zeker als je lang haar hebt, heel gemakkelijk om achteraan even te spuiten. Ik spuit dit product niet op mijn haarwortels. Ik gebruik een conditioner of een masker trouwens nooit op mijn hoofdhuid. Omdat die huid dan weer te vet wordt en te snel mijn haar vet maakt. Maar ik gebruik dat echt, neem vanaf hier tot aan de punten onderaan. Zorg ervoor dat ik supergoed mijn haar kan kammen. In het verleden heb ik eigenlijk nog nooit een conditioner gevonden die voldoende doorkambaarheid gaf. Ik bedoel dan een conditioner die je niet moet uitspoelen. En de deze heb ik dat wel. Dus ik vind deze heel erg goed en ik heb ook al een nieuwe fles. Ik gebruik dit niet elke keer, want ik probeer heel regelmatig een haarmaskertje in de douche al te gebruiken. En dan heb ik de deze niet nodig. Ik gebruik de deze wanneer het sneller moet gaan, wanneer ik alleen mijn haar was met shampoo. En dan gebruik ik deze daarna om mijn haar doorkambaar te maken. Dan heb ik heel recent dit maskertje aangekocht. Dit is van Garnier, de Skin Active, de Hydra Bomb Mask. Een heel erg hydraterend maskertje. Het is een sheet mask, dus echt een unidosis voor één keer. Je legt het maskertje op je gelaat, je laat het 15 minuutjes liggen en het geeft je echt hydratatie voor een hele week. Wat ik ervan vind, ga ik nog niet zeggen, want ongeveer deze periode komt mijn volledige blogpost hieromtrent online, omdat ik de sheet masks ook nog een andere toch wel wat meer in de aandacht wil zetten. Maar ik heb hem dus opgebruikt. Voilà, dit waren mijn opgebruikte producten. Over het algemeen, en ik heb het al een keer vernoemd, zijn de producten die ik opgebruik ook wel producten die ik behoorlijk goed vind. Want als ik producten echt slecht vind of niet aangenaam vind of niet werken vind of ze prikken of zo, ja, dan zou ik het product ook niet opgebruiken. Maar zo'n producten blijven natuurlijk in mijn kast staan en die zullen jullie dan nooit zien als het empty producten zijn, want ze geraken gewoon niet empty. Daarom heb ik er vandaag twee die ik eigenlijk wil weggooien, die ik niet empty ga krijgen, maar ik wil ze dus wel laten zien. En dat zijn nu toevallig twee oogontsminkers. Ik laat me natuurlijk af en toe in de winkel verleiden om andere producten uit te proberen. Ik denk dat dat zoals elke beautyblogger is of gewoon zoals elke andere vrouw. En dan heb ik een keer deze twee oogmake-up removers gekocht. Deze is van Nivea en dit is de Waterproof Oogmake-up Remover. En dan heb ik van die make-up ook de Démaquillons Yeux pour Waterproof. Ik koop altijd een waterproof oogmake-up reiniger, omdat ik dan vind dat het product er makkelijker afgaat. Hoe meer je moet wrijven over je oog, hoe slechter voor je wimpers en hoe slechter voor de huid rondom je ogen. Met waterproof zou een sterker product moeten zijn en zou er makkelijker moeten afkomen. Daarom koop ik altijd waterproof en ik zal ook altijd waterproof aanraden. Maar deze twee, sorry. Er komt helemaal niet veel product af. Het kan dan nog eens zijn dat het waarschijnlijk wat prikt aan mijn ogen. Ik weet het gewoon al niet meer. Ze staan al lang in mijn kast. Er zit nog product in. Ik denk dat in de Nivea nog meer product zit dan in deze die make-up. Ik wil ze gewoon wegsmijten, want ik gebruik ze niet. Die van Nivea is een melkachtige substantie. Ten eerste vind ik dat al niet leuk. Want doe maar eens melk op je watje. Dat wrijft helemaal niet goed uit. Je watje is nog half droog en dat wrijft niet. Ik vind dat je dan altijd eerst je watje moet nat maken en dan je melk op je watje moet doen. Maar dan is de textuur weer verdund, waardoor het minder krachtige werking heeft. Nee, mijn make-up komt er niet goed mee af. En deze hetzelfde. Het is dan wel een oplossing 2-in-1 die je moet mengen met een olie- en een watersubstantie. Maar hij is ook niet krachtig genoeg om mijn make-up eraf te krijgen. Jammer.
Maar het zij zo. Voilà, ik dacht dat dit een hele korte video ging worden, omdat ik eigenlijk helemaal niet zo heel veel producten voor mij heb staan. Maar ik denk dat ik toch wel de 10 minuten overschrijd. Hopelijk vinden jullie deze video leuk. Geef me dan een thumbs up of abonneer op mijn kanaal. En tot later!